wij zijn dus Marex Philips VOF. We hebben ook een gezamenlijk bedrijf met Jos Bos, dat is Marex.com. Maar ik ben Mark Ruiter. En ik ben Axel Vrolijk. Redstone is een enkele vroege rode tulp. Hij is eind december al te broeien. Het is een kruising uit Kung Fu keer Montepioni. En we hebben de tulp gekruist in 1998. En het is een zware tetraploïde tulp die eigenlijk gewoon een zware plant geeft. Dat je altijd gewoon zeg maar 40 gram hebt, ook van de 10 en 11. En hij geeft een hele dikke knop. En dat is toch wel eigenlijk zijn kracht uiteindelijk in het vloeitje. Als je hem dan in het vloeitje ziet, dan heb je gewoon echt een bos met tulpen. En gewoon een mooie rode kleur. Nou, waarom kopen de bloemenhandelaars nou willen die redstone hebben? Nou, dat is met name omdat vroegrood momenteel een probleem aan het worden is. We hebben allemaal te maken met TVX als voorbeeld. Ben Verzanten is een vroege rooier, maar bijna alle partijen zijn ermee besmet. Dus we zijn met z'n allen op zoek naar iets nieuws. Redstone is gewoon een tulp, die hebben een onwijs mooie heldere kleur. Dus ja, die zou dat in dat vroege assortiment heel goed kunnen aanvullen. Het belangrijkste punt dat is dat de knop gelijk rood in de knop komt. Het is niet groen, maar hij komt gelijk met een heldere kleur. En dat is gewoon een enorme marktpotentie, omdat je dan gelijk een mooie, ja, je hebt gewoon een heel mooi product wat je gelijk naar de consument kan leveren.